jullie hebben allemaal in de basis van de film gezien hoe die eruit ziet en welke katoengaren ik gebruikt heb. Ik heb gemesseerd glanskatoen gebruikt en gehaakt op naald 2,5 mm. Omdat het voor de film is, gebruik ik Royal garen van de Zeeman en naaldje 4,5 mm, omdat het anders gewoonweg niet te zien is. We gaan eerst beginnen met je lichaam op te meten. Neem een breedste punt van de heupen en deel het aantal centimeters door 2. Stel, je omvang is 80 centimeter, is dat 40 centimeter voor elk pand. Maar het voorpand moet iets wijder zijn, omdat natuurlijk de busten erin moeten passen. Dus daar haal je 5 centimeter bij. Dus stel het is 40 centimeter, dan doe je 5 bij, is 45 centimeter. Dat wil dus zeggen dat je van de achterkant dus de 5 centimeter niet afhaalt. Dus die laat je gewoon op 40. We gaan beginnen. We beginnen met een meervoud van 8 lossen op te zetten. Ik zet hem misschien anders op dan jullie. Ik heb hier mijn lus. Die hou ik vast tussen mijn wijsvinger en mijn duim. En ik neem deze tussen mijn ringvinger en mijn middelvinger. Ik zet de naald eronder en ik haal hem op. Dan draai ik mijn naald eromheen. Dan pak ik de draad op en pak dit stukje vast. En haal ik mijn naald door. Dan heb ik een lus op de naald. Dan gaan we beginnen. Meervoud van 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Is dit al 45 centimeter? Nee, dan haak je nog eens 8 bij. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Is dit hem al? Nee, haak je nog eens 8 stuks bij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou. Ik hoef natuurlijk niet het hele topje te gaan filmen, dus ik doe gewoon even een klein stukje. Dus om jullie de steken te laten zien. Dan doe je er nog eens 4 stuks bij. Plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De laatste 3 lussen tellen als je eerste stokje. En dan ga je dus in het vierde lusje vanaf je haaknaald je eerste stokje haken. Hebben 2 stokjes. Dan haak je 2 lossen, sla je 1 steek over. In de tweede steek haak je een vaste. En in de derde steek haak je een vaste. Haak je 2 lossen, sla je 1 steek over. En haal ik je in de volgende 4 steken ieders 1 stokje. Dus heb je 4 stokjes op een rij. 1, nummer 2. Dat is nummer 3 en nummer 4. Dan haak je weer 2 lossen, sla je 1 steek over en in de volgende haak je een vaste en de steek erna ook een vaste. Weer 2 lossen, sla je 1 steek over. In de volgende 4 maak je ieders weer 1 stokje. 1, 2, 3 en dat is nummer 4. Haak je weer 2 lossen, sla je 1 steek over en in de volgende 2 steken maak je dus 1 vaste. Dus 1 en nummer 2. Dan haak je weer 2 lossen, sla je 1 steek over. In de volgende 4 maak je dus weer 1 stokje. Dat is nummer 1. Nummer 2. Nummer 3 en nummer 4. Dan haak je weer 2 lossen, sla je 1 steek over en in de volgende 2 haak je weer een vaste. 1 en nummer 2. Dan maak je 2 lossen, sla je 1 steek over en heb je als het goed is nog 2 steken over. Ik heb me verteld, zie ik al, ik heb er 3. Haha, maakt niet uit. En de laatste 2 maken dus ieders 1 stokje. 1 en nummer 2. Zo, ik zal jullie even laten zien wat nou gedaan hebben. Dit is dus het patroon tot nu toe. Dit is dus een sectie van 8 lossen. Maar je moet er 4 extra bij doen om te eindigen als dat je begonnen bent. Plus die 7, die tellen voor de eerste 2 stokjes en die 2 stokjes. Dus vandaarop
8 is 1 sectie, dus 1 patroondeel. En die resterende 4 is om het te maken zoals je geëindigd en begonnen bent, zoals je begonnen bent en dus ook gaat eindigen, plus de 2 stokjes aan het begin en aan het einde. Dit is dus toer 1 van de kroontjestop. Dan gaan we beginnen aan toer 2 van de kroontjestop. Het is een herhaling van eigenlijk 2 toeren, alleen in het begin wissel je een beetje. 1 losse, werk draaien. Dan ga je op de 2 stokjes ieders 1 vast te maken. 1 en nummer 2. Dan haak je 1, 2, 3, 4, 5 lossen. Dan ga je naar de volgende 4 stokjes en dan haak je al ieders 1 vaste bovenop. Dus heb je 4 vaste. Dan haak je weer 5 lossen. Dan ga je naar de volgende 4 stokjes en haak je ieders weer 1 vaste bovenop. 2, 3 en nummer 4. Weer 5 lossen. En weer naar de volgende rij van 4 stokjes en dan haak je weer ieders 1 vaste bovenop. Dus nummer 2, nummer 3 en nummer 4. Haak weer 5 lossen. En nu ben ik bij de laatste 2 stokjes en dan haak allebei 1 vaste bovenop. Dus je begint en eindigt met 2 vaste bovenop de stokjes. Dus 1 vaste boven elk stokje. Zo. En elke stok eigenlijk wat je tegenkomt haak je 1 vaste en ertussenin maak je 5 lossen. Zo ziet toer 2 eruit. Toer 3. Haak 1 losse, werk draaien. Nu gaan we eigenlijk herhalen wat we hier gedaan hebben. Alleen je moet onthouden dat elke toer waar je 5 stokjes hebt gehaakt, haak je 4 stokjes in. Dus wat gaan we doen? We gaan bovenop die 2 lossen, de eerste lossen alleen, eerste steken, sorry, boven de 2 steken en pak je alleen de eerste steek 1 vaste. Dan haak je 2 lossen. Haak je 4 stokjes om die 5 lossen heen. Dus 1, 2, 3 en nummer 4. Haak je 2 lossen. Sla je de eerste vaste over en in de middelste 2 vaste maak je ieders 1 vaste. 1 en 2. Dus in de tweede en de derde vaste maak je een vaste. 2 lossen. Om het kettingje van 5 lossen maak je weer 4 stokjes. 1, 2, 3, nummer 4, haak je weer 2 lossen, slij de eerste vaste over in de tweede en de derde vaste maak je ieders een vaste. 2 lossen, in de ketting van 5 lossen maak je weer 4 stokjes. Dus nummer 3. En nummer 4, 2 lossen. Eerste sla je over, de tweede en de derde maak je ieders 1 vaste. 2 lossen, in de ketting van 5 maak je weer 4 stokjes. 1, 2, 3 en nummer 4, 2 lossen. En niet in de ene laatste, maar in de ene laatste, maar in de laatste maak je een vaste. Nu heb je dit. Dan begint de basis eigenlijk zich al te vormen. Maar we hebben 4 verschillende toeren die we moeten doen. Dit is dus, als je begint met een ketting van 5, maak je direct 4 stokjes erin. Maar we zullen hier straks moeten beginnen met 2 stokjes in plaats van 4. En we beginnen. Toer 1. Nu haken we eerst 3 lossen. Dat zijn 3 lossen, want ik had al eentje gemaakt. Maar we moeten die kant op. We moeten naar het werk toe. Maar aangezien we aan de hoek zijn en een halve sectie hebben, gaan we hier nog maar 3 lossen maken. Dus 5 gedeeld door 2 is 2, plus al het eentje erbij. Dus nog eens 3 lossen. Dus wat je eigenlijk doet is 6 lossen haken. Dan ga je direct naar die 4 stokjes. Haak je in alle 4 stokjes 1 vaste. 1, 2, 3
En nummer 4. En dan ga je het patroon weer herhalen wat je in de tweede toer gedaan hebt. Dus je gaat weer 5 losse haken. Je gaat door naar de 5 stokjes. En op die 5 stokjes maak je ieders 1 vaste. Zo, 4 stokjes, sorry. Dan haak je weer 5 losse. Dan ga je weer door naar de volgende 4 stokjes. En dan haak je ook ieders weer 1 vaste bovenop. 3. Dan hebben we nog een sectie en dan haken we weer 5 lossen. Door naar de stokjes, ieders weer 1 vaste bovenop. 4. En nou zijn we aan het einde gekomen. We zijn nu dus begonnen met 6 lossen, dat staat voor 1 stokje plus 3 lossen. Dus we gaan nu dus 3 lossen haken. En dan bovenop die vaste maak je 1 stokje. Zo. Nu. Nou gaan we dus beginnen eigenlijk met de toer die we als eerste gedaan hebben. We beginnen met 2 stokjes, 2 vaste, 4 stokjes, 2 vaste, 4 stokjes, 2. En we eindigen hier met 2 stokjes. Maar wat we doen is we haken eerst 3 lossen. En dan haken we in de ketting van 3 lossen gewoon 1 stokje. Die hebben we gedaan. 2 lossen. Dan ga je eigenlijk het patroon weer herhalen tot bijna aan het einde. In de middelste 2 maken we ieders een vaste. 2 lossen. Dan ben je in een ketting van 5 lossen. En dan maak je 4 stokjes. 1, 2, 3. En nummer 4. 2 lossen. En er weer eentje overslaan. En in de volgende 2 maak je weer ieders een vaste. 2 lossen. 4 stokjes om de ketting van 5 lossen. 2 lossen. De eerste vaste sla je over. En in de volgende 2 maak je een vaste. Ieders 1. 2 lossen. Om de ketting van 5 lossen maak je weer 4 stokjes. 2 lossen. Zijn we de laatste 4 vaste gekomen. Dus in de tweede en de derde vaste maak je weer een vaste. 2 lossen. En dan zijn we aan het einde. We zijn nu dus begonnen met 3 lossen en een stokje. Dat staat dus voor 2 stokjes. Gaan we hier dus 1 stokje in de ketting doen. En dan tel je 1, 2, derde lus en in je derde lus maak je een stokje. Zo. En van nu af aan is het eigenlijk herhaling toeren. Je hebt toer 1 met de 2 stokjes, 2 vaste, 2 stokjes en 4 stokjes. 2 vaste, 4 stokjes, 2 vaste, 4 stokjes, 2 vaste en 2 stokjes aan het einde. Dan krijg je de toer met de 2 vaste, 5 losse, 4 vaste, 5 losse, 4 vaste, 5 losse, 4 vaste, 5 losse en 2 vaste. Dan 1 vaste, 2 losse, 4 stokjes. Nou, dat ga je weer herhalen. Het is eigenlijk hetzelfde als dit, alleen dan om de ketting heen. En je eindigt weer met 1 vaste aan het einde. Dan haak je 6 losse. Om natuurlijk je basis weer te creëren om je stokjes te maken. 6 lossen en dan ga je door met 5, 5, 5, 5. En je eindigt met 3 lossen en een stokje. Dan haak je 3 stokjes op, 1 stokje erbij. 2 lossen, 2 vaste, 2 lossen, 4 stokjes, etcetera, etcetera. Aan het einde maak je 2 lossen, een stokje in de ketting van 6. En 1 stokje in de derde lus vanaf de basis gerekend. En dan ga je eigenlijk weer herhalen. Dan begin je weer in toer 2. Dus met de vaste en de boogjes hierbovenop. En daarna ga je door met de toer van stokjes. Want dan heb je weer 5 stokjes ertussen. De toer daarna heb je weer die 6 losse ophaken. Dus dan heb je altijd weer 2. Toer daarna weer de vaste, et cetera, et cetera. Deze 4 toeren blijf je herhalen tot je op de rand bent. Daar waar je BH normaal zit, dus onder de buste. Tot daar haak je dit patroon door. Zorg dat je eindigt met een patroon van boogjes. Dus alleen maar die 5 lossen.
5 aan het begin en 5 aan het einde. Als je daar nog niet helemaal uitkomt, is niet erg. Je kan ook eindigen met de toer waar je met 2 vast aan het einde komt. Dus heb je hier die 6 lossen gehaakt om je 2 stokjes te kunnen maken. Dus je moet eindigen met een toer waarin je alleen maar kettingen en vasten maakt. Ik wens je veel succes. De achterpand kun je nu ook al haken. En dan gaan we volgende week door met deel 2. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Op het moment dat ik een nieuwe video upload, krijg je automatisch een melding in je inbox. Krijg je automatisch een melding in je inbox dat ik weer een nieuwe film geüpload heb, zodat je weer lekker door kan haken. Ik wens je heel veel succes. Wil je toch liever het geschreven patroon hier onderin, hier ergens, hier ongeveer, staat een pijltje naar beneden. Als je daarop klikt, krijgen we zelf de webadressen zien met een directe link naar het patroon. Kun je kopen. Dus €1,45. Klein bedrag. Mooi patroon. Ik wens jullie heel veel succes. En graag tot volgende week. Doei doei!